vind het heel moeilijk om er woorden aan te geven. Want ik denk eigenlijk in beelden en de processen die ik hierin doormaak. Ja, die zijn zo moeilijk te vangen in woorden, meer in beelden eigenlijk. En oké, het is eigenlijk het hele leven wat ervoor zorgt dat er bepaalde momenten zijn waarop ik trigger en die blijven hangen. En die zorgen ervoor dat ik er op een gegeven moment een vorm aan moet geven. Maar die momenten, dat is heel moeilijk te vertellen, want de ene keer is het een gesprek waarvan ik denk van, wauw, dit moet ik laten zien of dit wil ik zelf laten zien. De andere keer is het een enorm proces in mezelf waar ik op een gegeven moment vorm aan moet geven, zodat ik het buiten me neer kan zetten, zodat ik kan zien waar ik mee bezig ben, zodat eigenlijk. Dat eigenlijk, ja. En voor de rest ben ik nog steeds heel erg verbaasd over wat nu leven is eigenlijk. En dat ik daar een onderdeel van ben. Hoe het is opgebouwd, de geometrie. De gulden snede daarin, dat. In het kleine en in het gigantisch grote. Dat vind ik helemaal verbazingwekkend eigenlijk. En hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Zo. Als er dan iets is gerijpt in mijn hoofd. Dan maak ik niet eens altijd schetsen. Dan ga ik eigenlijk gewoon aan de gang met de was. En dan weet ik de grote lijnen. Dan weet ik de grote lijnen, ja. En dan doen mijn handen eigenlijk de rest. Dan gaat het gewoon. Dan gaat er ook weer een proces beginnen. En aldoende ben ik dan met was bezig. En met stof en met touw en met hout. En alles wat ik dan tegenkom, kan ik dan gebruiken eigenlijk in die vorm. Ik heb het idee dat ik in een nieuwe fase terecht ben gekomen en daarom ben ik dit beeld nog maken. Ze heeft nog geen benen. Ik wil er benen onder hebben, want ze moet staan met beide voeten op de grond. Heel stevig staan met beide voeten op de grond. Kijken naar de afgrond, naar de diepte. Ze moet de diepte peilen. De diepte van de nieuwe fase. Voordat ze de stap gaat zetten. Zo, dat. Dat wil ik neerzetten. En daar, ik weet niet goed of die rok daarbij past. Ik denk dat die rok weghaal. Dus ze moet twee benen krijgen waar ze stevig op staat. Ik gebruik symbolen om te bekrachtigen wat ik wil zeggen met mijn beeld. En ik vind eigenlijk dat symbolen, je ziet ze steeds terug in mijn werk. Nee. Ik vind eigenlijk dat ik energiebeelden maak. Eigenlijk vind ik. Je vindt in mijn werk steeds de cirkel terug. En die cirkel is voor mij een energievorm. Buiten dat het vrouwelijk is en oneindigheid symboliseert, is het voor mij een energievorm van ons denken en voelen. En ik maak daar ook ruimtes in die cirkels. En in die vervorming van die cirkels.
Omdat ik vind dat die energie doorheen moet kunnen blijven stromen. Het moet allemaal kunnen blijven stromen. Het is een doorgaande beweging. Het onderweg zijn. We zijn onderweg met elkaar. Met elkaar. Ik ben onderweg. Maar ook met elkaar zijn we onderweg. En evolutie is ook een onderweg zijn. Dus in dit leven, maar ook in het grotere verband, zeg maar. Ja, het labyrinth is voor mij een symbool voor het leven. Mijn leven, zeg maar. De loop ervan. De verloop. En iedereen loopt zijn eigen labyrinth in zijn leven. Er is een communicatie tussen mijn werk en de kijker die voorbij woorden gaat. Die is op een ander level, op een ander niveau.